Volgens haar huurders en de jury is Emmy van der Tol uit Nijmegen de huisjesmelker van het jaar 2012. Ze werd verkozen uit 200 inzendingen vanwege onder meer achterstallig onderhoud, beschimmelde badruimtes en het nooit bereikbaar zijn voor de mensen die een kamer van haar huren. Op dit complex in Nijmegen wonen 82 huurders, maar het aantal toiletten en douches is beperkt. Er is een schoonmaker, desondanks is de stank hier niet te harde. Dit is dus een ruimte in één gebouw. Je moet er ongeveer 30 mensen gebruik van maken. Beneden zijn er nog wel 3 toiletten. Hier zijn 2 toiletten en gelijk aangesloten, zonder dichte muur, zit de douche. Ja, je kunt wel inbeelden van als je staat te douchen en andere mensen moeten hun behoefte doen. Dat is niet erg aangenaam. Ja, je betaalt ook voor internet en televisie dat je allebei niet of amper werken. Het is gewoon smerig. Dit is de kantine. Koken mogen de bewoners alleen in de gezamenlijke keuken. 8 plekken voor 82 bewoners. 2 fornuizen werken niet. Maar hier ruikt het op dit moment behoorlijk fris. Er is ook net schoongemaakt. Maar het is met één en dezelfde doek als ook de vloer wordt gedaan. En wie haar aanspreekt op haar verhuurdersplicht kan gaan. Toen zei ze van ik ben een beetje zat. Je valt me zo lastig en dan wil ik niet, dus moet je weg. Als het niet bevalt, waarom ga je daar niet weg? Woningnood. Zeker in Nijmegen een heel groot probleem. Er wordt heel veel gebouwd, maar te weinig sociale bouw. Ik ben zelf bezig met een urgentieaanvraag. Dan wordt er gezegd van, ja, je zit hier al 6 jaar, dus ja, je kunt blijven zitten. De verhuurster komt vanochtend om 7 uur langs. Het is het enige moment dat huurders en jury haar persoonlijk de gouden paddenstoel kunnen uitreiken. Op het moment dat je hier de studentenkamers binnenloopt, dan zie je schimmel aan de muren, achterstallig onderhoud. Allerlei dingen waar de huurders voor betalen die zij niet krijgen. Dus deze mevrouw verdient met recht een gouden paddenstoel. Ja, maar dan die uitreiking zelf dus. Want het is altijd moeilijk, want zo sportief zijn die huisjesmelkers meestal niet. De winnares van dit jaar krijgt fanatieke hulp van de Griekse schoonmaker van het complex. U herkent een man in het gele t-shirt. Hij zet zich met hart en ziel in om de uitreiking van de gouden paddenstoel te dwarsbomen. Enfin, kijkt u zelf maar. Ja. Kom. Anders ben je. Goedemorgen, u bent huisjesmelker van het jaar 2012 geworden. Mag ik u daarvoor deze? De jury? De jury, zijn alle bewoners die hier wonen. Rood, de jongerenorganisatie van de SP. En er is heel veel mis in uw huis. Ik zou dan ook bij anderen gaan kijken. Mm-hmm. Ja? En dan zou ik een echte vergelijking doen. En dan wilt u beweren dat de schimmels hier, het gebrek aan onderhoud, dat daar niks mis mee is. Nee. Alsjeblieft. Mag ik hem overhandigen? Kom, Emmy. Allemaal Bobby, Emmy. Bob aan. Kom jullie langer gemiddeld. Kom jullie in de fabriek.